Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shopvlog. Het is vandaag weer zondag en zoals ik vorige week had aangegeven, ga ik het deze week een beetje anders doen als anders. In de hoop de kosten voor de boodschappen een beetje te drukken. Over het algemeen geef ik rond de 150 euro uit aan de boodschappen. Ik kom er zelden nog onder. En dan reken ik niet de kosten mee die ik uitgeef bij de bakker voor het brood of voor de verloren boodschapjes door de week. En dat loopt ook al gauw, zeg maar rond de 20, 30 euro per week extra, gok ik zo. De bakker is er vaak 15, 10 tot 15. Dus de boodschappen zijn echt heel duurder geworden voor ons gezin, sinds ik het op deze manier zo doe. En de kinderen gaan nog steeds meer eten. Er gaat echt bijna een brood per dag doorheen. Zeker in de weekenden dat we met 4 kinderen zijn. Dus ik ga toch een beetje proberen te zoeken naar manieren om de boodschapkosten te drukken. Want ja, je zit nu al denk ik al bijna gauw aan de 800 euro per maand. En dat vind ik echt belachelijk. Als je bedenkt dat ik een paar jaar geleden 400 euro per maand uitgaf. Was ongeveer 100 euro per week. Vandaar. Dus wat ik van plan ben om te gaan doen is, ik heb in ieder geval bij de Jumbo mijn staples besteld. Of dingen waarvan ik weet dat ik die super lekker vind. En van andere winkels niet zo lekker vind. En dan is mijn plan om gewoon in de winkel zelf te gaan kijken. Goh, wat is de goedkoopste optie? Wat zijn de beste macro's? Wat zijn de aanbiedingen op dit moment? En op die manier de boodschap aan te vullen. Dus dat is een beetje het idee. Het was wel toevallig. Maar heb ik er vanochtend voor gekozen omdat ik vroeg wakker was om verse broodjes te halen bij de Aldi. Nee, dan kan ik en gelijk door een winkel heen lopen en kijken wat hebben ze nu allemaal. Zeker nu ik vegetarisch ben en ik eigenlijk sindsdien niet meer echt in Aldi ben geweest. En omdat mijn sojajoghurt op was en ik dat morgenochtend dan ook weer nodig heb. En kijk wat ze daar hebben. En toen zag ik dat ze een heel schap hebben met maaltijdvervangers. En dat hoewel ze niet, net zoals bij de Albert Heijn of bij de Jumbo, kaartjes hebben hangen. Dat je gelijk kan zien wat er vegan of vegetarisch is. Dus je moet wel wat meer zoeken. Maar ik vond dus al die sojajoghurt dat goedkoper is als de Jumbo eigen merk of Albert Heijn eigen merk of wat dan ook. Maar ook nog eens qua macro's beter. Dus ik denk zeker als ik door de winkels wat meer ga lopen, dat ik in ieder geval een stuk goedkopere producten ga vinden. En dat kost misschien meer tijd. Maar als ik daarmee 200 euro of zo per maand kan besparen, dan vind ik dat een win. Dat gaat dan denk ik mijn doel zijn. Om aan het einde van deze maand 200 euro minder uitgegeven te hebben. Zou lekker zijn. Dat betekent dus, heel lang verhaal om te vertellen, dat ik nu een hele kleine boodschappen shoplog heb van de Jumbo. Maar dat ik dus meerdere clips bij elkaar ga voegen. Om te laten zien waar ik op eindig deze week. Het zijn vooral avondmaaltijden wat ik bij de Jumbo heb besteld. En dan een paar staples. En that's it. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. Dat heb ik dus nog niet helemaal uitbedacht. Maar tegen de tijd dat jullie de video zien wel. En dan hebben jullie ook alle boodschappen van alle winkels waar ik eventueel wat ga kopen. Dat gaat het voor deze video zijn. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan ga ik nu laten zien wat ik van de Jumbo heb. Zoals jullie ook zien is het echt mega karig vergeleken met normaal gesproken. Zeker omdat ik het op dezelfde manier heb uitgestald. Dit was 48,33 euro. Wat ik eigenlijk best nog wel veel geld vind voor 3-4 dagen. Avondeten eigenlijk alleen. Maar goed, we gaan kijken wat ik ervan gemaakt heb. Ik heb wel de vegetarische kaasdiesels besteld. Die zijn wel bijna een euro per stuk ongeveer. Maar deze vind ik super lekker en ik vind ze van andere merken gewoon niet te nassen. Dus ik doe dat dan met broccoli en met aardappelkroketjes. En dan hebben we in ieder geval voor vanavond al, dus zondag, een lekker maaltje. De bedoeling was dat we de tomatensoep gingen eten die ik vorige week liet zien. Maar die hebben we al eerder op. Dus dit gaat hem worden. Dit betekent dat ik deze week ook 8 avondmaaltijden moet doen. Maar dat is oké. We eten een keertje vegetarische balletjes. En dat doen we dan met spinazie à la crème en aardappeltjes. Spinazie à la crème heb ik nog in mijn vriezer liggen. En aardappels natuurlijk in de schuur. Dus dat gaat helemaal goed komen. We eten een keertje vegetarische shawarma. Dit is inderdaad niet vegetarisch, maar dat ga ik zo uitleggen. Dan heb je eigenlijk staaf nodig, shawarma en pita broodjes en natuurlijk komkommer. Ik had ook vegetarische shawarma van de Jumbo een pakje besteld om te proberen, maar die was niet leverbaar, zei hij toen hij de spullen bracht. Dus daar moet ik dus een vervanging voor gaan zoeken voor mezelf. Maar dat komt allemaal goed, dit is in ieder geval al een heel maaltje. We eten ook een keertje hamburgerbroodjes met hamburgertjes. Ik heb zelf weer deze. Die vind ik echt super lekker. En dan weer eventueel voor degene die dit willen, cheddar kaas. Die was helemaal op.
De classic burgers, dit zijn er best wel veel. Ik geloof 8. Dus ik denk dat we daarvan ook nog wel een portie overhouden. Dat als Pascal en ik een keer met z'n tweeën zijn. Dat we dan nog een keer hamburgers kunnen eten. Daarna heb ik ook hamburgerbroodjes. Weer genoeg. En dan doen we dan een salade bij. Die we dan lekker kunnen maken. Dit is wel een soort van staple iets aan het worden voor als Logan naar kickboksen gaat. Omdat het heel makkelijk is om even snel te eten. En dat je er goed vol van zit. En verder heb ik nog besteld bakken zonder palmolie. Eat plant free of palm bakboter. Die was weer op en ik vind hem zelf super fijn bakken. Dus die heb ik opnieuw besteld. Nog een kommetje heb ik gezegd. 2 voor 4 euro heb ik dus ook worst nu. Boterhamworst extra en grillworst. Ik heb niet zo heel veel besteld daarvan. Omdat ik best nog wel wat heb wat in ieder geval deze week nog goed is. Dus alvast een beetje voor het eind van de week. Blokkaas was niet nodig, want dat had ik vorige week natuurlijk dubbel besteld. En voor de rest hebben we eigenlijk alles nog, behalve de vegetarische boterhamworst. En ik weet nou niet per se, het lijkt me dat deze hetzelfde is als bij de Albert Heijn. Dus ik heb deze in ieder geval besteld en dan kan ik oriënteren of wat de Albert Heijn of de Aldi een variant heeft die goedkoper is om te proberen. Deze is in ieder geval, voor de komende maand zou ik dan genoeg moeten hebben. En ik heb dan een trui besteld. De appels waren in de aanbieding, die heb ik dan meegenomen. En 2 bakjes druiven. Dat is altijd 2 voor 3 euro of 2 voor 5, ik weet niet, zoiets. Dus dan hebben we in ieder geval dat. Zoals je ziet heb ik nog wat sinaasappels liggen. En ik heb nog aardbeidjes over enzovoorts. Dus dat moet goed komen. Tot nu toe, voor de aankomende week, is de schade dus 43 euro. Nee, 48,33 euro. Dus ja, daar moet waarschijnlijk echt nog wel wat bij komen. Maar ik hoop dat we dan een beetje richting de 100 euro kunnen eindigen. Zoals je ziet heb ik ook geen frisdrank besteld. Want dat was eigenlijk niet nodig als je bedenkt dat we 2 weken geleden zoveel hadden besteld voor de bedrijfsbarbecue. Daar had ik vorige week geen rekening mee gehouden. Maar nu heb ik het expres niet besteld, zodat ik daar kan kijken wat we nog over hebben. Dat is in ieder geval deel 1 van de boodschappen. Het is maandag en ik dacht even snel een boodschapje op te halen. Maar er stond echt een mega rij. En toen stond ik erin en toen bedacht ik dat ik ook koekjes was vergeten. Maar er is dus nog 2,44 euro bijgekomen. Want ik ga de Aldi vegan shawarma gebruiken. Want dat hebben we vanavond nodig. En ik had ook paracetamol nodig. Want die is ook helemaal op. Dus ja, ik ben wel schoolkoekjes gegeten. Dus die moet ik dan waarschijnlijk vanmiddag nog even halen. Maar tot nu toe is de stand dus helemaal zo. Het is dat nu 51 euro dan of zo ongeveer. Hoofdrekenen is niet mijn sterkste kant. Maar deze gaan we proberen. Ik heb gelijk een beetje de rest van de Aldi vegan vleesvervangers kunnen bekijken. En er zit best wel veel tussen. Dus het moet goed komen. Ondertussen is het woensdag en ben ik al langs Aldi en Albert Heijn geweest voor de rest van de weekboodschappen. Het enige waar ik nu nog een pitstop moet maken is bij de bakker. Maar dat is op zich. Ik heb nog 3 broden. Ik denk dat we dat wel tot volgende week redden. Alleen kom ik volgende week niet in het dorp waar de bakker is. Dat is hetzelfde dorp als waar de kinderen naar school gaan. Dus autotechnisch gezien is het handiger als ik dat vrijdag ga ophalen. Dus dat gaan we dan pas doen. Ik ben dus langs de Aldi en de Albert Heijn geweest. Ik heb het apart gezet en de bonnetjes bewaard. Zodat jullie kunnen zien hoeveel ik uitgegeven heb. De stand was, en dan moet ik even spieken. 47,43 euro van de Jumbo. En 2,44 euro bij de Aldi voor dat, wat was dat? Vegetarische shawarma. Was overigens geen hit. Ik vond het niet zo lekker. Dus we zaten zeg maar op de, dan moet ik gaan hoofdrekenen, 49,80 euro. Dat betekent dat ik zeg maar 51 euro had nog om uit te geven. Voor de rest van de week om mijn doel te behalen. En vanuitgaand dat de bakker, als je daar 3 broden koopt, ben ik 42 keer 3, 6, 27 zeker kwijt. Dus dat moet ik dan overhouden. Dus ik had voor maximaal 42 euro boodschappen kunnen kopen. Heb ik dat gered? Nee. Ben ik er veel overheen gegaan? Ook niet. Wat me echt wel heel erg verbaast. Ik ga jullie eerst meenemen door de boodschappen. En dan ga ik vertellen wat mijn bevindingen zijn van deze week voor rond de 100 euro boodschappen doen. En de voor's en tegens en wat ik volgende week ga doen om wel binnen dat budget te blijven. Eerst de Aldi. Dit zijn alle boodschappen van de Aldi. Tot en met hier zo. Dat was in totaal. En als ik dit zie en ik ging, zeg maar, ik leg dat op de band. En dan ging ik tellen zoals ik dat vroeger deed toen ik zeker weten moest weten dat ik binnen een bepaald budget bleef. Omdat er anders gewoon niet genoeg geld was aan het einde van de maand. Dan deed ik zeg maar
1, 2, dat is al iets meer, maar goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, en nieuw, zo ongeveer een beetje ruim inschatten. Dacht ik, nou, nu zit ik echt aan de 40 euro, dus echt kak, want ik moet nog langs de Albert Heijn. Ik heb nog niet alles. Het was 29 euro en 74 cent. Ik word de frekkel. Dit is echt superveel. Dus het is echt super meegevallen. Ik zal beginnen bij het begin. Ik heb die saletjes om af te bakken voor bij de maaltijdsoep voor zondag. Vond ik wel een goed idee. Ik heb zachte bolletjes, dat is extra deze week. Omdat Lauren en Brooke morgen een schoolreisje hebben. Dacht ik, kunnen ze lekker broodjes meenemen. Helemaal fijn. We eten een keertje wraps. Dus ik heb extra wraps gekocht. Toen ik bij de wraps stond, bedacht ik me dat als ik dit morgen wil eten, ik ook voor Fleur en Mees moet zorgen. Omdat die één dagje komen in verband met dat hun moeder weg moet ergens naartoe. En dat had ik eigenlijk niet berekend of bedacht. Dus ik heb een extra pak wraps meegenomen. Dus heb ik er 12. En ik heb volgens mij nog volkoren in de koelkast. In de kast liggen. Niet dat ik daar zin in heb, maar anders eet ik het gewoon met sla of zo. Want I don't know. Ik vond het ook weer zonde om 18 wraps te kopen. Want ja, I don't know. Misschien dat ik dat wel moet doen. Als ik zo bedenk, denk ik 18 is maar 3 wraps de man. Dat is ook wel weer veel. Maar mijn zoon eet er sowieso 3. Pascal eet er 3. Ik eet er graag 2. Mijn dochter eet er waarschijnlijk wel 1 of 2. En dan blijft er niks meer over voor de rest. En die eten misschien ook wel 2 of 3 wraps. I don't know. Moet ik even kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar anders dan doen we dat gewoon met de volkoren wraps die ik niet lekker vind. Of met sla. Ik heb wat snackjes gekocht. Misschien meer voor mezelf. Eigenlijk ook omdat ik dan wat. Een beetje wat zoutig af en toe. Dat mis ik soms. Dus ja, dit was 30 cent per zakje. Dus ik geloof dat het 1,80 was voor de krokkies. Ik weet niet of dat goedkoper is als te lezen. Want ik heb niet door het chipzak bij de Albert Heijn gelopen. Ik heb koekjes voor mij naar school. Want die waren echt helemaal op. Dus voor morgen en voor vrijdag dan. Het zijn precies 6 stukjes. Dan kunnen ze er morgen koekjes meenemen naar school. En dan vrijdag kunnen de 4 kinderen een koekje meenemen naar school. Ik heb tukjes meegenomen. Ik heb van die sprenkelkoekjes meegenomen voor in de koekjesrommel. Paprika dus voor bij de tortillas en ook voor bij de pasta salade. Bij de pasta salade horen ook die kipstukjes. Dit was ook best wel duur eigenlijk, vond ik. Tenminste, misschien is het niet duur, maar ik vond wel dat het aan de prijs was als ik onder een bepaald bedrag wilde blijven. Hij is deze 2 keer afgerekend. Dat is niet oké. Kijk. Kipstukjes, 1,99. Volgens mij is het toch echt maar 1 pakje. Nou, oké. Nou goed, het was dus 1, 2 euro. Toen dacht ik, ja, ik heb er dan eigenlijk minimaal 2 van nodig. En ik heb nog kip in de vriezer liggen. Dus de rest van het gezin eet dan normale kip. Ik heb banaan, peren, kaas. Want de kaas was toch, is nog maar zo'n stukje. Dus dat ga ik niet meer heel de week redden. Havermoutvlokken, want die van mij die waren vanochtend voor het laatst beetje heb ik kunnen nemen. En dan nog meer schoteltjes. Die kwam ik ergens tegen. Brekies, ruitbeschuit. Van die haarkoekjes, zeg maar. Dus dan hebben we voor volgende week als het goed is ook genoeg. Dan hebben ze ook iets te kiezen. Een soort van. De pasta, het einde is in zicht. Pasta saus. Waarom heb ik nou weer pasta saus gekocht dan? Dat is niet handig. Nou, die had ik dus niet moeten kopen. Dus dacht ik, kijk, nee, want we eten de pasta met kip. Dus dan doe ik daar crème fraîche bij. Nou, altijd op kunnen besparen. En voor mij voor de ochtend soja yoghurt. En dat was dus allemaal bij elkaar 29,74 euro. Toen ben ik daarna doorgereden naar de Albert Heijn. En toen dacht ik toch wel van, oh ja, nu heb ik eigenlijk niet meer zo heel veel. Ik denk, ik heb nog ongeveer 20 euro over. En ik ben er zeker op 10 kwijt aan de bakker. Dus ik kan eigenlijk maar voor 10 euro kopen. Weet je hoe duur het was? Het was 16,36 euro. En dat heeft 2 redenen waarom het duurder was als bedacht. Omdat ik een blikje knakworsten ging halen. Die hoort hier nog niet eens bij. Ik moet wel eerlijk zijn. Een blikje knakworsten was ook nog 1,70 euro. Want die was ik dus vergeten. Maar de knakworsten dus voor morgen voor naar schoolreisje. De crème fraîche had ik 1 euro op kunnen besparen als ze de 250 ml crème fraîche in het vak hadden staan. Maar die hadden ze niet meer. Dus ik moest het met 2 keer van deze doen.
Hier heb ik de vegan schnitzels en de fijne gehakt. Voor mijn gedeelte van de burrito. En deze was 2 voor 5 euro. En het is goedkoper dan 1 van 3. Dus ja, deze 2 euro heb ik dan ook extra uitgegeven. Dit eet ik niet van de week, eet ik volgende week. Dus dit bespaar ik dan als goed is volgende week weer om die aanbieding te pakken. En stukjes ananas op sap voor bij mijn kippasta salade. We hebben gekozen voor een gele paprika soep. Vooral omdat je dan heel makkelijk en snel niks zelf hoeft toe te voegen. Dus deze is dan voor zondag met pistoletjes om af te bakken. En toen had ik nog vegetarische kipkoens nodig voor de frietavond. Want die ben ik helemaal, is helemaal op voor mij. En toen zag ik dat die 4,19 euro waren per 4. Dus best duur als ik er 2 per keer eet. Dus toen zag ik een rijtje daarboven de vegan kroket van de Albert Heijn. Deze was 2,99 euro voor 4. Dus dat scheelt dan toch alweer een euro. En dan kan ik dat die eens proberen uit de oven. Plus dat daarnaast stonden de vega kipnuggets ook van dit merk. Op oven, Albert Heijn oven, vegan spul. Die kan ik dan even tot de volgende keer pakken. Dus dat was alles bij elkaar. Dit betekent dat als je alles bij elkaar optelt. Dus de Jumbo, mijn verloren boodschapje bij de Aldi nu en de Albert Heijn. Ik uitkom op 97,66 euro. En dan heb ik nog geen brood gehaald. Want dat is dan zeg maar 3 broden ongeveer nog 7 euro of zo. Dus dan ga ik er met zeg maar 5 euro overheen. En dat vind ik helemaal niet slecht van mezelf. Want ik heb nu dus sowieso al vlees voor volgende week. Ik heb ook schoolkoekjes al voor volgende week. En, dat bedacht ik me, wij hebben zaterdag een barbecue. En dan gaan we dus helemaal geen friet met snacks eten. Dus ik heb voor volgende week ook al friet met snacks. Dat ik voor volgende week kan doorschuiven. Plus dat ik dus nu voor de rest geen extra flessen of wat dan ook heb in kunnen leveren. Dus nou ja, ik vind het voor de eerste keer best goed. Ik wil het in ieder geval tot aan de zomervakantie zo volhouden. Het is wel een beetje een puzzel. Maar ik heb het idee door fysiek in de winkel te lopen en met een lijstje en echt goed te kijken van goh, wat is goedkoper? Heb ik het echt nodig? Kan ik het op een goedkopere manier aanpakken? Ik sta er echt van versteld dat ik zeg maar, nou ja, normaal gesproken tussen de 150 en 200 euro per week uitgeef. En dat is blijkbaar ook 105 euro kan zijn zonder dat wat we tekort komen. En er is iedere week wel wat waardoor je extra kan uitgeven. Deze week is het dan dus inderdaad het schoolreisje en dat Fleur de Mees een avondje extra komen eten. Volgende week is het waarschijnlijk weer wat anders. En toen was het alweer vrijdag en ben ik langs de bakker geweest. De vriezer zit er vol. Ik heb 3 broden gehaald. En toen moest ik afrekenen en toen dacht ik echt, blijkbaar is het brood nog een keer duurder geworden. Want ik moest 3 broden afrekenen voor 8,50 euro. 50 voor 3 broden is echt wel heel erg veel. Zeker als je bedenkt dat we gemiddeld 1 brood per dag gebruiken in de weekenden dat de kinderen er zijn. En dat we er misschien 2 dagen mee kunnen doen als we z'n tweeën zijn. Dus we gaan gemiddeld 4 broden in de week doorheen. Echt zeker weten duurder geworden. Ik zou zeg maar op 2,80 euro of zo uitkomen nu. En ik weet nog dat ik de broden kocht voor 2,10 euro. Per stuk. Dus nou ja, absoluut duurder. Het is op zich wel goed dat ik dat nu iedere keer dus de bonnetjes bekijk en bij elkaar optel en bedenk hoeveel ik dan werkelijk voor uitgeef. Ik zit dus in totaal er wel overheen. Ik ben op dit bedrag geëindigd. Ik probeer het volgende week een beetje te compenseren. Maar ik vind in ieder geval een hele verbetering ten opzichte van afgelopen maanden, waarin ik zeg maar rond de 150 tot zelfs 200 euro per week uitgaf aan boodschappen. Dus we gaan er gewoon weer mee verder. Volgende week wordt gelijk een uitdaging, want dan is het Logan's verjaardag. En ik denk niet dat ik dan onder de 100 euro blijf. Maar we gaan ons best doen om in ieder geval wel weer bewust met het geld om te gaan. En op budget mijn boodschappen te kopen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk ook vooral even onder in de beschrijving om erachter te komen wat we dus ongeveer per dag gegeten hebben. En wat er aankomend weekend nog op het menu staat. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en wens ik een fijn weekend. Doei doeg!